Welkom bij Gadget Gear. Mijn naam is Arjan en ik heb hem hier in mijn hand. De nieuwe Dyson V15S Submarine. Die S die staat waarschijnlijk voor Submarine, maar misschien ook voor Special. Hoe dan ook, het is een andere V15 omdat het Submarine mondstuk niet op de bestaande kan. Dus ze hebben wat aangepast en wij hebben hier die nieuwe uitvoering, dus ik ga je er alles over vertellen. Tijd om te kijken wat zit er allemaal in de doos. Dyson gebruikt keurige bruin kartonnen dozen, want duurzaamheid is steeds belangrijker aan het worden natuurlijk. Handleiding veel dunner, zit in een papieren envelop. Eigenlijk zit alles, ook deze documentatie, in een papieren envelop. Zodat als je het weggooit, dat je het gewoon lekker makkelijk kunt scheiden. Het eerste dat zichtbaar wordt, meteen al bij deze machine, is die Submarine kop. Een fluffy borstel op de voorzijde. Een waterreservoir hier aan de zijkant en je kunt het helemaal uit elkaar halen, schoonmaken, want ja, dat is wel nodig natuurlijk bij dit soort toepassingen. Super tof. Waar je dus een reservoir hebt met vuil water, schoonwater, is er ook een reservoir voor vies water en gaat dat alle kanten op. Hoe dan ook, dat krijg je zo meteen in de video te zien op het moment dat we hem daadwerkelijk aan het gebruiken zijn. Voor het eerst kunnen we dus vloeren nat reinigen met een Dyson. Ik ben benieuwd, dat ga ik dat voorop stellen. Ik heb al een paar demo's gehad bij Dyson in Engeland. Het zag er toen heel goed uit, maar we gaan het hier natuurlijk gewoon ook in de praktijk ervaren. We hebben hier een fluffy optic. Dat is dus een fluffy borstel met koolstofvezels en een optische groene laser LED volgens mij tegenwoordig. Zodat je al het vuil voor jouw borstel ziet. Super tof, want dan word je aan herinnerd hoe ontzettend smerig je vloer eigenlijk is. We hebben hier een kleine gemotoriseerde borstelhoofd, anti-tangle screw staat erop. En dat is dat als je haar aan het opzuigen bent van je hond, van je langharige partner, dat het allemaal niet hierin gaat opstoppen, maar dat je het heel makkelijk weer allemaal vrij krijgt. En geloof me, dat is al jaren mijn nummer 1 ergernis. Dan hebben we hier een opbergbak om de om de Submarine in te zetten. Even kijken. Dit is leeg. Dan hebben we hier de gemotoriseerde borstelhoofd. Met ook weer een anti-tangle comb. Dus ook deze is weer gemaakt echt voor haar die makkelijk te verwijderen zijn. We hebben hier de stofzuigerstang. Fancy kleurtje met de Submarine erop. We hebben hier een oplader en natuurlijk een laadstation voor aan de muur, tweedelig met schroeven en plug. Nog meer documentatie over hoe je hem aan de muur zet. Dit is de V15S zelf. Hij ziet er exact zo uit als de V15. Met hetzelfde hele grote filter, hetzelfde kleurendisplay achterop. En nog steeds het trekkertje dat je in moet drukken om te zorgen dat hij daadwerkelijk ook gaat zuigen. De accupack bij deze generatie is losneembaar. Zodat als je accu versleten is, dat je een nieuwe accu kunt halen. Of als je echt niet genoeg hebt aan, volgens mij kun je maximaal een uur stofzuigen met het ding. Kun je accu'tje bijkopen, etcetera. Ik zie het neer. Okay, dit is allemaal leeg. De spleetstofzuiger en de borstelkop met een of zonder borstel. Klassiekers die eigenlijk bij iedere Dyson altijd aanwezig zijn. Tijd voor mij om hem in gebruik te gaan nemen en ik ga je er zo meer over vertellen over hoe het is, vooral met die Dyson Submarine Head. Super fijn is natuurlijk het licht van de laser. Hoewel je dit vel prima kunt zien zonder laser, merk je ook, zoals hier, dat je heel veel dingen ziet aan stof die je anders niet zou zien. En daardoor weet je al heel goed wat je hebt gehad en wat er gestolen is. Hier ben ik echt wel fan van tijdens het stofzuigen. Maar dit is natuurlijk waar het echt om gaat, de Submarine, waarmee je eindelijk eens een keertje nat kunt zuigen met een Dyson stofzuiger.
Nu hebben we ook de Xiaomi vorig jaar getest. Die heeft ook iets als dit bedacht. Maar ik moet wel zeggen dat de Submarine heel veel lichter loopt. En ik zie heel veel minder vocht op de vloer. En dan heb ik hier een stenen vloer. Maar op een houten vloer kan ik me voorstellen dat hoe minder vocht, hoe beter het is. Dus ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Voor de rest, streeploos schoon, dat gaat ook wel aardig goed, heb ik het idee. Het werkt eigenlijk heel erg makkelijk dit. Buitengewoon makkelijk. Je kunt hem ook helemaal uit elkaar trekken, dus je kunt hem heel makkelijk zelf schoonmaken. Dat ging dan bij de Xiaomi volgens mij wel automatisch. Bij deze niet zo. Philips heeft er ook een automatisch systeem voor. Dus daar zou Dyson echt nog wel stappen kunnen maken. Maar als je kijkt naar hoe licht het loopt, hoe mooi het loopt, hoe stil die ook is. Nee, ja, ben ik toch best wel onder de indruk van wat Dyson hier neerzet. Je trekt de Submarine zo uit elkaar. Dan kun je die rol eruit halen, die kun je helemaal schoonmaken. Hier bij het rode zit het vieze water. Nee, je ziet het schuimt helemaal. Terwijl ik helemaal geen schoonmaakmiddel heb gebruikt. Het is alleen, echt alleen maar water. Mijn verwachtingen vooraf waren stiekem best wel laag. Ondanks dat ik demo's had gehad van Dyson. Was ik niet heel erg onder de indruk van wat ze hiermee gingen maken. Maar ik had zoiets van, nou, ik geef het een kans. En ik ben echt onder de indruk. Het werkt hartstikke fijn dit. En dan mijn eindoordeel van de Dyson V15S Detect Submarine. Ik zei net in de video nat zuigen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want hij zuigt niet op het moment dat je aan het moppen bent. Maar hij maakt wel heel erg goed schoon. Ik ben echt onder de indruk van de hoeveelheid vuil die ik alleen al gewoon met water van de grond afhaal. En nog niet eens met een schoonmaakmiddel. En onderzoek hebben uitgewezen dat op zich werken met alleen maar water al heel erg goed reinigend is. Ook om bacteriën van de vloer te krijgen. Dus ja, op zich heb je hier een hele mooie schoonmaaktool mee in huis gehaald. Ik vind het wel heel jammer dat hij niet op de oude V15 past. Ik snap dat Dyson daar een keuze in heeft moeten maken. En ik vind het ook heel jammer dat de nieuwe Gen 5, wat een veel betere zuiger nog is dan de V15, dat die ook niet met die Submarine overweg kan. Met andere woorden, in zuigkracht moet je een stapje lager gaan om dus wel die mopfunctie daarvoor terug te krijgen. Waarom Dyson deze keuze heeft gemaakt, strategisch gezien, ik snap er helemaal niks van. Wat ik wel snap is dat het gewoon een topproduct is waar ik heel erg gelukkig van ben geworden. En ik niet alleen, ook de schoonmaakster hier in huis is echt gelukkig met die V15S Detect Submarine. Is het een miskoop? Haha, verre van. Is het een upgrade ten opzichte van de V15? Ja, als je een V15 al hebt, zou ik gewoon een losse mop halen als ik heel eerlijk ben. Maar heb je nog een veel oudere Dyson, ja, dan is het absoluut een upgrade waar je heerlijk van gaat genieten. Als je het kan, kopen dat ding. Hartstikke top. Wil je meer weten over die Dyson V15S Detect Submarine? Check de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar lees je de hele review waar we ook op alle andere accessoires ingaan. Voor nu zeg ik ciao en tot de volgende.